Massagegunst zijn de laatste tijd echt een hele hype geworden. En of die hype nu gerechtvaardigd is of niet, wel, dat is het topic voor een totaal andere video die er nog wel zit aan te komen. Maar wat we hier vandaag in deze video willen doen, na de intro natuurlijk, is wat meer duidelijkheid gaan scheppen in dat hele gamma aan massagegunst. We gaan een aantal van de meer gekende massagegunst gaan vergelijken met elkaar en we gaan een aantal iets minder gekende massagegunst opnieuw ten opzichte van elkaar gaan afzetten, maar ook eens gaan bekijken wat ze dan wel minder of misschien net meer hebben dan de meer gekende massagegunst. En dat allemaal zodat jij perfect weet welke massagegun nu het best voldoet aan de noden die jij hebt. Hey team, welkom terug op ons kanaal FitFacts. Ben je nieuw hier? Mijn naam is Koen en hier op dit kanaal proberen we jouw veelgestelde vragen rond fitheid en gezondheid te beantwoorden. Maar we geven geregeld ook workouts mee, dus is dit iets waarvan jij heel graag op de hoogte wil blijven, abonneer je dan zeker en vast hieronder op ons kanaal en zo mis je geen enkele video. Nu, eerst en vooral voor we in het vergelijken van onze massagegunst vliegen, deze video is niet gesponsord, ik word niet betaald om bepaalde dingen over bepaalde toestellen te vertellen. Nee, totaal niet. Op het moment van het opnemen van deze video heb ik zelfs geen massagegun ter mijn beschikking. Dus alle info die ik hier heb samengebundeld over al die verschillende toestellen, wel, die komt van opzoekwerk op het internet en van het bekijken van andermans reviews en video's. En dit heb ik dan allemaal samengebundeld in deze compacte video, zodat jij niet al het opzoekwerk zelf moet gaan doen, maar zodat je gewoon naar deze hoeft te kijken. Dus dat even terzijde ter transparantie. Om een duidelijk overzicht te kunnen geven van hoe die verschillende massagegunns zich nu gaan verhouden ten opzichte van elkaar, ga ik ze allemaal een plek gaan geven op de volgende grafiek. Op de X-as zie je de prijs staan. En voor velen, inclusief mezelf, is dit een van de meest bepalende factoren van welke massagegun je nu gaat kopen. Op de Y-as zie je het gemak staan. En met gemak bedoel ik een combinatie van alles wat je krijgt voor de prijs die je betaalt. Dus onder dat gemak valt bijvoorbeeld hoeveel vibratiestanden er zijn, hoeveel opzetstukken, de batterijduur, of de massagebal al dan niet vast zit of roteerbaar is, hoeveel lawaai het ding maakt en hoe zwaar de stopkracht is. En die stopkracht, wel, dat is de hoeveelheid kracht of de druk die je moet zetten op het toestel om het op- en neergaan van de massagebal teniet te doen. Veel van de goedkopere massageguns die hebben een lagere stopkracht, omdat natuurlijk de fabrikanten ergens hun prijs zullen moeten drukken. En meestal wordt dit gedaan door een iets zwakkere motor of een iets minder goede batterij in het toestel te steken, waardoor dus de prijs iets lager gehouden kan worden, maar waardoor de stopkracht ook wel een stukje lager zal zijn en waardoor je misschien zelfs de massagegun volledig zal kunnen tegen je spier vastdrukken en waardoor de bal dus niet meer op en neer zal kunnen gaan. Maar oké, dat is dus de diagram of de grafiek waarop we al onze massageguns ten opzichte van elkaar gaan aftoetsen. Laten we nu beginnen met de eerste massagegun of de eerste massageguns. Want het eerste merk dat ik wil bespreken is Theragun. Het is een van de meest established merken en ze hebben drie verschillende massageguns. De Liv, de G3 en de G3 Pro. De Liv is de goedkoopste met een prijs van €249. De G3 is bijna dubbel zo duur aan €399. En dan heb je nog de G3 Pro die met zijn €624 een van de duurste massageguns op de markt is. Nu, die prijzen zeggen al iets, maar hoeveel meer waar krijg je hier nu voor je geld en hoeveel betaal je eigenlijk gewoon voor de naam? Wel, de Liv heeft één vibratiestand op 2400 ronden per minuut. Je krijgt twee opzetstukken en je kan de stick niet roteren, wat wel gaat bij de G3 Pro, maar niet bij de G3. Alles zit wel samen in een zakje dat handig mee te nemen is, want de Liv op zich is niet zwaarder dan een dikke kilogram. Als je dit nu allemaal vergelijkt met de twee grote broers, namelijk de G3 en de G3 Pro, dan krijg je in plaats van enkel de 2400 ronden per minuut, er ook nog een tweede lichtere stand bij aan 1800 ronden per minuut. In plaats van de twee opzetstukken bij de Liv, krijg je er respectievelijk 4 bij de G3 en 6 bij de Pro-versie. Naar batterij toe krijg je bij de duurdere versies ook steeds iets meer batterij, met 45 minuten batterij bij de Liv, 60 minuten bij de G3 en 75 bij de Pro. Weet wel dat er bij de Pro een extra batterij geleverd wordt en bij de G3 en de Liv niet. Omdat de G3 en de Pro iets zwaarder zijn, krijg je bij hen niet meer een klein stoffen zakje, maar een handige case om zowel de opzetstukken, de batterij als de lader, etc. in op te bergen of in te transporteren. Dus oké, je krijgt voor elk van de Theraguns wel wat waar voor je geld. Maar vanaf je naar de G3 of de G3 Pro gaat, die meer voor hevige sporters of zelfs elite en sub-elite zijn bedoeld,
betaal je toch ook een zekere prijs voor de naam en niet meer puur voor het gemak. Dus vandaar respectievelijk ook de volgende plaatsen op ons diagram. Over naar het volgende merk met Hypervolt en hun Hyper Ice, die op 399 euro komt. En er is ook een plusversie die 100 euro duurder is en dus naar 499 euro gaat. En eigenlijk biedt die plusversie niet zoveel meer, gewoon een stillere en iets krachtigere motor. Niet onhandig natuurlijk, die stillere en krachtigere motor, maar of dit handig is voor jou, wel, dat hangt natuurlijk af van hoeveel je hem gaat gebruiken en hoe diep en hoe hard jouw massagegun juist moet kunnen gaan. Wat de rest van de specificaties betreft, hebben zowel de standaard als de plusversie 5 meegeleverde opzetstukken. Ze hebben ook elk 3 snelheden aan 2000, 2800 en 3200 ronden per minuut. Het nadeel bij deze massageguns is dat de travel case echter niet mee inbegrepen is en dat deze een extra kost van 30 tot 50 euro is, afhankelijk van waar je kijkt. Naar batterij toe krijg je opmerkelijk een half uur meer batterij bij de standaardversie in vergelijking met de plusversie, dus alweer een kleine downside om die plusversie zelfs wel te kopen. Dus de standaard Hyperice is voor eenzelfde prijs als de Terragun G3 wel een stuk makkelijker. Met meer snelheden en meer opzetstukken brengt hij een pak groter gemak met zich mee. Het enige nadeel bij de Hyperice is natuurlijk de case die de prijs weer wat doet stijgen. De Hyperice Pro brengt dan weer niet veel extra aan tafel in vergelijking met de standaard versie, maar is prijsgewijs wel een stevige brok extra. Afhankelijk van wat je zoekt, kan het wel een goed alternatief zijn voor een Terragun G3 Pro, maar de grote vraag is hoeveel belang hecht je aan een iets stillere en sterkere motor. Dan zijn we gekomen bij de Compex Fix. Een beetje een buitenbeentje, aangezien het de enige is binnen het Compex gamma met een prijs van 299 euro, ligt hij in de buurt van de Terragun Live, maar hij biedt wel 3 snelheden aan. Aan 1500, 2000 en 2800 ronden per minuut, in plaats van enkel de 2400 ronden per minuut die de Live aanbiedt. Hoewel er maar één opzetstuk wordt meegeleverd, is er wel de mogelijkheid om er extra te kopen. Hiernaast is de massagekop ook verstelbaar, in tegenstelling tot de Live. En de Fix wordt ook in een handige travel case geleverd, in plaats van natuurlijk de Live zijn stoffen zakje. Dus ondanks de iets duurdere prijs, wel een serieuze toename in gemak en mogelijkheden die je bij de Compex Fix hebt, die je dan weer niet hebt bij de Terragun Live. De volgende massagegun is er eentje die een stuk goedkoper is dan al diegenen die we tot nu toe hebben overlopen. En dat is de Booster Pro 1, die 149 euro kost. Waarom nu die relatief lage prijs ten opzichte van alle andere toestellen die we al overlopen hebben? Wel, die Pro 1 is al wat ouder en je zal hem waarschijnlijk ook niet heel lang meer in de rekken vinden, want ondertussen heeft Booster al een Pro 3 uit die qua prijs al wel veel meer in de lijn ligt met alle andere toestellen die we al besproken hebben, aan 305 euro ongeveer. Maar oké, dan nu de specificaties van onze Booster Pro 1. Met zijn 4 opzetstukken en 6 verschillende snelheden, van 1800 tot 1400 rounds per minute, is het al zeker niet min. Je krijgt er ook een case bij en 2 verwisselbare batterijen, dus wel vrij veel aan mogelijkheden voor een product dat al wat ouder is, maar daardoor ook een lagere prijs heeft. Als je dit vergelijkt met zijn in prijs gezien rivaal, de Phoenix Pro 2, krijg je ook 4 opzetstukken, net zoals bij de Booster. Je hebt wel maar 3 vibratiesnelheden in plaats van 6, maar je hebt wel een iets compacter apparaat dat opnieuw weer in een handige case zit, zodat je materiaal niet te snel kapot gaat. Nu zie je hier op onze grafiek, of op onze diagram, zoals je het ook wilt noemen, alle massageguns die we besproken hebben staan. Maar natuurlijk zijn dit niet de enige massageguns die er op de markt zijn. Er zijn er nog veel meer en er zijn er ook nog veel goedkopere. Maar weet echter wel dat hoe goedkoper je gaat, hoe groter de kans is dat de producent bespaard zal hebben op bepaald materiaal, zoals bijvoorbeeld de batterij en de motor. En dit zorgt er natuurlijk voor dat de kans ook groter wordt dat je met brol opgescheept gaat zitten. Nu, wil dat zeggen dat onder een bepaalde prijs je sowieso met brol opgescheept zit of met minder kwaliteitsvol materiaal? Wel, nee, totaal niet. Maar, natuurlijk, de kans is wel een stuk groter dat hoe lager de prijs, hoe groter de kans op minder kwaliteitsvol materiaal. Welke massagegun is dan nu net het beste voor jou? Wel, zoals ik al een aantal keer heb laten vallen, verschilt dat echt van persoon tot persoon en zal het voor jou niet dezelfde zijn als voor mij. Want voor wat ga je hem nu net het meeste gebruiken? Welke spiergroepen zijn voor jou het belangrijkste en welke opzetstukken zijn daarvoor het meest belangrijke? Hoe diep moet je juist kunnen gaan, gaat voor jou
anders zijn dan voor mij? Moet je eerder diepe massage kunnen geven of moet je echter oppervlakkig wat kunnen losmaken? Dat soort vragen gaan allemaal bepalen welke massagegun nu net het beste is voor jou. En laat je opzoekwerk ook hier niet stoppen. Ik heb hieronder in de beschrijving van de video alle links gezet naar de massageguns die we hier besproken hebben, zodat je verder opzoekwerk kan doen, specificaties kan nalezen, reviews van andere mensen lezen, zodat jij de perfecte beslissing kan maken voor welke massagegun jij nu net wil aanschaffen en welke niet. Heb je nu toch nog vragen, dingen die in de video niet beantwoord geweest zijn? Wel, laat ons al je vragen hieronder in de commentsectie weten. Ingen en ik beantwoorden ze zo snel mogelijk en altijd met heel veel plezier. Vond je het een leuke video? Heb je er iets aan gehad? Klik dan ook zeker op die thumbs up knop. En wil je dan nog op de hoogte blijven van alle nieuwe video's die gaan uitkomen? Klik dan zeker op die witte bal hiernaast mij met ons logo op. En daar kun je je abonneren, zo mis je geen enkele video. Ik zie jou terug volgende keer in een van die nieuwe video's. Bye bye!